Goedemorgen stripliefhebbers, comicfans en andere geeks. Hier jullie stripverzamelaar. Ik heb weer een vlog voor jullie op Bevrijdingsdag. En hier voor mij zien jullie een tablet waarin een pagina wordt genoemd, te weten howlingriot.com. Deze pagina is een webshop van twee makers, te weten Els Dekkers en Renincy Sommers. Els Dekkers zal ik even aan jullie laten zien. Zij is de artist van deze webshop en maakt prachtige tekeningen. En de schrijfster van dit alles is Renincy Sommers. Deze twee dames hebben deze webshop opgericht omdat zij dus ook het merknaam Howling Riot hebben. Maar er is een heel mooi album pas geleden verschenen die ik heb binnengekregen van ze. En dat is deze. Het album heet Wortels in de Molukken. En dit stripalbum beschrijft eigenlijk de link tussen Nederland en de Molukse gemeenschap. En is vooral een heel fijn geschiedenisboek om te weten hoe het eigenlijk is ontstaan dat de Molukse gemeenschap hier is opgebouwd. Want daar is nog heel weinig over bekend. Het mooie waarom ik dit album heb besteld is omdat de Molukse gemeenschap ook bij mij in de familie erg is verweven. Zelf heb ik gewoon kom ik uit een Nederlands gezin. Alleen mijn beide neefjes die hebben een Molukse moeder. Dus wij kwamen vroeger ook met verjaardagen heel veel in aanraking met de Molukse gemeenschap. En daarnaast heb ik ook vrienden die uit de Molukse gemeenschap kwamen en ook uit Papua kwamen. Dus vandaar dat het voor mij een extra betekenis heeft. Uiteraard heb ik van deze groep al veel verhalen mogen horen over hoe dit nou allemaal ontstond. Maar zo'n stripboek is natuurlijk heel fijn om dan geschiedenis ook te lezen. Ik ben namelijk van mening dat als jij geschiedenis in beeld overbrengt, dat het dan gewoon beter overkomt. Zo las ik vroeger altijd heel erg de Van Nul tot Nu stripboeken. Zoek die even op als je ze niet kent. Want die beschreef ook altijd heel fijn de geschiedenis. Nou, wat je in het stripboek ziet is dus eerst een heel mooi gedicht opgetekend ook over een Molukse vrouw. Maar ik vond deze strip eigenlijk het mooiste. Dat was, de titel is ook wel heel erg mooi, want het heet Ons Gedeelde Verleden. En dat komt natuurlijk ook omdat als je kijkt naar de geschiedenis, en ik zal het niet helemaal uitleggen in deze vlog, heeft Nederland natuurlijk Indonesië bezet als kolonie. En onderdeel daarvan waren ook de Molukken en de Molukse eilanden. En toen de oorlog, de Tweede Wereldoorlog uitbrak en even daarna sprak Indonesië zijn onafhankelijkheid uit, moesten bepaalde Molukse gezinnen en Molukse mannen die toen ook in het leger dienden naar Nederland. In eerste instantie tijdelijk, maar later bleek dat natuurlijk vast te zijn. En die werden dan ook in kampen gestopt en later in Molukse wijken. Het mooie aan deze strip is dat je gewoon wordt meegenomen in het verhaal. Hier wordt dus Kiana Lumalesiel. Die komt eigenlijk bij twee oma's. Want de term oma geeft ook de generatie goed weer. Komt daar op bezoek en daar wordt eigenlijk even kort de geschiedenis uitgelegd. Over hoe dat dan is ontstaan. En het mooie is dat er ook jaartallen bij staan. Want dit gaat al terug naar voor 1500 en hier bijvoorbeeld met de Portugese invasie in 1512. Allemaal bedoeld natuurlijk om de specerijen, nootmuskaat, kruidnagel. Ja, dat waren de handelsgoederen. Maar het mooie aan deze strip is gewoon dat je gewoon wat leert over de geschiedenis, over de band die Nederland had met de Molukken. Hoe het eigenlijk met de gezinnen is vergaan, hè? Want ja, dit soort dingen zijn natuurlijk eigenlijk toch verschrikkelijk. Dat je met boten naar Nederland komt en eigenlijk je toekomst onzeker is. Maar het geeft ook een mooi beeld van beide kanten. En dat is denk ik ook de bedoeling geweest van Els Dekkers. Dat ze ook de verbondenheid heel erg bespreekt. Hier zie je ook de Molukse vlag, de Maluku. Ja, en ik vond het echt een heel mooi boek. Heel veel dingen wist ik al. Bepaalde dingen waren mij ook onbekend. Er staat gewoon ook heel veel detail in beschreven. En ik heb me hier heel erg mee vermaakt. Ik wil ook iedereen aanraden om dit boek ook aan te schaffen. Mensen die er iets mee hebben, maar ook gewoon mede door het mooie tekenwerk van Els.
En ik ben er heel erg enthousiast over. En ja, ik denk dat het altijd goed is om boeken te geven waarin je ook echt wat leert. Stripboeken zijn in mijn ogen altijd fijn geweest om iets te leren. Als je het hebt over bijvoorbeeld hele klassieke reeks als Asterix en Suske en Wiske. Daarbij leerde je ook altijd wat. Maar dit vind ik extra mooi. Het is natuurlijk ook best wel pijnlijk soms, hè, om te lezen. Maar ja, dat hoort er ook bij. En ik vind dit ook heel erg mooi. Hier wordt ook nog even mooi de kaart gegeven van alle Molukse eilanden. En verderop in het album komt er ook nog een stripje over het gedeelte van Papua. En dit is ook wel mooi, want hier staan dan alle plekken waar de Molukse gemeenschap eigenlijk naartoe werd gebracht toen zij hier aankwamen in Nederland en welke woonwijken er uiteindelijk ontstonden. Ik zelf woon in Alphen aan de Rijn en ook daar heb je hele Molukse wijken. Dus het, het komt ook wel herkenbaar over dan, hè, op dat moment. Maar ik zou zeker deze strip aanraden voor wie hem nog niet kent. Hij is onlangs verschenen en ook te bestellen op de webshop van Howling Riot, waar ik het net over had. Dus ga daar naartoe en bestel je exemplaar voor €9,95. En dit is eigenlijk een korte vlog over dit album. Uiteraard dank ik Els en Renintsi voor het toesturen hiervan. En ik hoop dat meer mensen hiervan gaan genieten. En ik wens iedereen een mooie dag toe vandaag. En tot een volgende vlog maar weer.